dit raam missen. Heerlijk. He, ik kijk altijd bij dat raam, waar Gea zit, zeg maar, kijk ik dan naar buiten. Maar dan kon ik eigenlijk niet zien wat hier links nou allemaal gebeurt. Dan had ik dat kleine raampje daar bovenin. En ja, kun je daar naartoe. Maar dan moest je wel iedere keer opstaan, hè, als ik daar naar buiten wil kijken. Dus ik vind het heerlijk dat het nou aan deze kant zit. Nou heb ik hem nog niet helemaal afgewerkt rondom. Had ik met die andere wel gedaan, met hout. Maar Gea wil toch graag dat het hout dan aansloot tot op de witte, hè, van het binnenkozijn, zeg maar. Dus dan moet ik dan bij die andere twee raampjes ook nog weer aanpassen. Nadat ik het hier niet heb gedaan, dus ik ga straks regelrecht gewoon doe ik het in één keer goed. Snap je wel? In één keer van daar naar daar. Dus nou heb ik hier, want het tocht hier nog een beetje, omdat het niet afgedicht is, heb ik hier even een beetje keukenpapier tussen gedrukt. Maar goed, als je wilt zien hoe ik dat heb gedaan, in feite hoef je dat niet meer te zien natuurlijk, want je hebt het bij die andere twee raampjes al gezien. Maar als je toch geïnteresseerd bent, kijk dan eventjes op ons andere kanaal. Living in a Mobile Home. Ja, dat is dat andere kanaal, hè, waar ik het in Engelstalig doe. Het Engels voor mij is niet zo heel best, dus ja, dan kan ik niet zo heel veel zeggen. Omdat ik gewoon niet weet hoe ik het moet zeggen. Maar goed, ik ben heel blij met de raam. Het is precies hetzelfde raam als die andere weer. Er zit dus ook hier wat orga's erin. Hè? Deze kant en deze kant. Verduistering. De afmeting is alleen anders, maar dat heb ik al gezegd in een vorige video, geloof ik. Hè, dat deze dezelfde breedte heeft als die waar de Gea's kant zit. Alleen de hoogte is dan kleiner. Hij is laag. Ik denk niet dat ik hier doorheen kan kruipen. Misschien, nee, ik denk het niet. Toen ik dit eruit haalde, had ik toch wel een beetje vocht verwacht. He, er waren natuurlijk een aantal kijkers die zeiden dat komt niet goed zoals jij dat doet. En ja, ik ben niet zo bang dat het heel erg zou zijn geweest. He, daar was ik niet zo bang voor. Maar een klein beetje had ik wel verwacht dat ik tegen zou komen. Maar nou, ik heb het materiaal nog achterin liggen. Dus dan gaan we eventjes naar achteren en dan zal ik het even filmen. He, dan kun je dat even zien hoe dat eruit zag. Ik zal het zo even laten zien achterin. Hij schoot me in één keer te binnen om dit ook nog even te filmen. We staan nu op het plekje in Bocholt weer. Maar nu dus wat zeg maar officieel camperplekje is. Vreemd genoeg staat er ook een auto. Maar goed, dus het wordt ook niet echt aangegeven hier, hè, dat het een camperplek is. En hier hebben we dus het speeltuintje vlak naast. En dat was wel mooi, hè? Want we staan hier namelijk omdat we vandaag weer afgesproken hebben met onze dochter. En kleinzoon en schoonzoon natuurlijk. En gisteren werden we even verrast toen we hier stonden. Toen kwam René, onze dochter, samen met Maurice, onze kleinzoon, hier even langs. En hebben we hier eventjes met z'n bijen eventjes lekker gestoeid. De zon komt bijna op. Wat een mooie dag vandaag. Zonnetje erbij. Heerlijk. Nou, ik heb dus hier, zoals beloofd, heb ik hier de plaatjes klaarstaan om even te laten zien. Zeg maar een soort van bewijs dat het met de vocht reuze meevalt. Kijk, dit is dus het plaatje wat eruit is gekomen. En toen had ik verwacht dat het echt heel erg nat zou zijn. Maar dat viel eigenlijk nog wel wat mee. Het was eigenlijk een man die nat. En dat was toen ik het eruit haalde, dat was rond een uur of, ik geloof een uur of 11. Ja, zoiets. Nou, dit is het plaatje hout vanaf de binnenkant gezien. He, dan kun je nog wel zien dat ik hem met de potlood op heb geschreven, he, of afgetekend. Dit is de isolatieplaat. En dit is het gedeelte waar dus het hout op zat. He. Dus zo moet je dat zien. En nou, dat ziet er toch hartstikke mooi uit. Dat ziet er niet uit als dat daar heel veel vocht in zit. Dit is de gedeelte wat zeg maar aan de kant van het aluminium zit. Dus dat ziet er ook netjes uit. Dat is ook mooi droog. En dan gaat dit omdraaien. Maar nu komt het. Ik had dus verwacht dat deze binnenkant
er toch anders uit zou zien dan wat je nou ziet. Gewoon hartstikke mooi schoon hout. Dus het is daar echt wel droog. Het ziet er netjes uit, hè? Want dit is niet eens watervast triplex, hoor. Dit is zo'n laagje wat hierop zit. Nou, dat was dan al lang, los gaan zitten van de rest van het hout. Dus, al met al, valt er qua vocht mee. En ik ben wel heel blij met dit raampje.